Hoi, welkom bij Radboud Reflects at Home. Nu velen van ons aan huis gekluisterd zijn, maken we digitale programma's die je verder laten denken in tijden van corona. Ik ben Jille Tempels, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En in deze aflevering ga ik in gesprek met universitair hoofddocent ethiek en filosoof Marcel Becker over de impact van corona-apps op onze privacy. Nou, want de afgelopen weken ontstond daar best wel veel ophef over. De overheid is voornemens een app te ontwikkelen die gaat registreren wie er met wie in contact is geweest, om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan. Nou, nobel streven zou je zeggen. Maar verschillende wetenschappers en maatschappelijke organisaties sloegen ook alarm. Er waren grote twijfels over de mate waarin de privacy van de burger beschermd werd. Nou, na een weinig succesvolle appathon is de minister nu terug naar de tekentafel. Maar daarmee zijn die privacy issues helemaal niet van tafel. Dus de vraag rijst: heeft de overheid eigenlijk wel een goed beeld van wat privacy is? Op wat voor manier verhouden privacy, identiteit, vrijheid en autonomie zich tot elkaar? En hoe wenselijk is het dat ook grote techbedrijven worden betrokken bij de ontwikkeling van zo'n app? Nou, daar gaan we het over hebben, samen met Marcel Becker. Marcel, superleuk dat je wil aanschuiven. Zo'n ontwikkeling Hallo. Van zo'n app is... Hoi. Zo'n ontwikkeling van zo'n app is als ethicus die zich bezighoudt met digitale ethiek, denk ik, spannend. Maar om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom is het zo moeilijk om privacy goed te regelen bij de ontwikkeling van zo'n app? Ja, dat blijkt inderdaad verdraaiend moeilijk. Ook moeilijker dan aanvankelijk werd gesuggereerd. De eerste dag nadat de minister dit idee van die privacy-app had geopperd, werd er in de Tweede Kamer gezegd: ja, dan moet het wel volgens de privacywetten. En de minister zei: ja, we doen het volgens de privacywetten. En daarmee leek het eigenlijk vrij eenvoudig te zijn. Maar ja, daar blijkt toch wat ingewikkelder te liggen. Maar Sorry. Ja, want inderdaad, de AVG, dat, ik zou denken, je hebt toch duidelijke richtlijnen, er zijn wettelijke kaders. Het is niet een kwestie van een vinkje zetten en dan ben je er? Nee, helemaal niet. Nee, de AVG is een vrij nieuwe wet. Een vrij nieuwe wet in een tijd ook nog dat we met technologische ontwikkelingen te maken hebben die nieuw zijn en die zich ook heel snel weer verder doorzetten. In die nieuwe wet komen allemaal begrippen voor als doelbinding, bewaarbeperking en weet ik wat voor lastige juridische begrippen die er door de wetgever wel overwogen ingezet zijn, maar die nou moeten geïnterpreteerd worden naar hele nieuwe situaties en, zoals ik zei, nieuwe technische ontwikkelingen. Die interpretatie kost tijd en moeite. En dat maakt dat privacy nu niet iets is van de orde: dat gaan we even regelen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een van de kernwaarden die in onze moderne digitale samenleving omarmd wordt. Hoe kan je daar als overheid dan toch handen en voeten aan geven? Is er een bepaald manier waarop we privacy kunnen begrijpen dat we daar wel iets mee kunnen? Of is dat alsnog praktisch onmogelijk? Nou, ik denk dat de afgelopen weken hebben aangetoond dat, willen we dat goed begrijpen, dat we privacy op de, zou ik zeggen, ingewikkelde manier moeten begrijpen. Op de eenvoudige manier privacy begrijpen is dat je zegt: privacy heeft te maken met gegevens en ik bepaal welke gegevens ik in mijn handen heb. Dat kan het individu dan voor zichzelf bepalen en privacy is dan precies die zelfbepaling van het individu. Maar als je even verder kijkt, dan zie je dat privacy heeft gewoon heel fundamenteel te maken met wat ik zou willen noemen onze identiteit. Wie wij zijn. De gegevens die om mij heen cirkelen bepalen hoe andere mensen tegen mij aankijken. De gegevens die om mij heen cirkelen bepalen waar ik toegang toe heb. De gegevens die om mij heen cirkelen bepalen hoe andere mensen bij me naderen. En op wat voor manier ze toegang tot mij hebben. En wat ze eventueel van mij kunnen willen. Dus privacy draait om wie wij zijn en hoe wij naar buiten toe ons willen doen voorkomen. En je kunt ook zeggen dat die gegevensstroom bepaalt of mijn leven een rijk leven is, of dat mijn leven een arm leven is, een rijke identiteit of een armere identiteit. En dat staat allemaal op het spel in dat privacy-vraagstuk. En die ingewikkeldheid ervan moeten we onderkennen voordat wij, en pas dan kunnen we goed gaan nadenken over privacy in het corona-app-tijdperk. Ja, dus we moeten die bredere inkadering van het begrip, die moeten we meenemen hierin. Maar dan vraag ik me toch af hoe we dat dan kunnen doen. Want ik bedoel, als het inderdaad gaat over hoe ik mijn eigen leven vormgeef en hoe mensen naar mij kijken en misschien hoe ik mezelf percipieer op basis van data. Ja,
als ik daar dan zelf zeggenschap over heb, zijn we er dan niet dan? Dus als er een goede manier is voor een soort informed consent, dat ik kan zeggen, ja, ik wil graag dat de overheid hier toegang toe heeft en hier toe niet. En nou, dit wil ik dan wel met Google delen. Dan kan ik toch mijn eigen leven vormgeven. Ja, dat zou je eigenlijk zeggen. Hè? Als gegevensstromen mijn identiteit bepalen, dan mag ik toch zelf ook kunnen bepalen wie toegang heeft tot mij en aan wie ik mijn gegevens weggeef. Toch blijkt het ingewikkelder te zijn, ook hier weer ingewikkelder te zijn, want vaak voorzie je helemaal niet als individu wat er met jouw gegevens gaat gebeuren. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel gegevens gegeven aan de overheid. Natuurlijk hebben we die gegevens aan allerlei overheidsdiensten weggegeven. Vervolgens is de overheid allemaal van dat soort gegevensstromen met elkaar gaan koppelen, met elkaar gaan combineren. En een paar maanden geleden is bekend geworden dat het fraudeopsporingssysteem Siri, dat niet privacyvriendelijk is. Het bleek gewoon dat mensen die allemaal gegevens aan de overheid hebben gegeven, ook in malle molens terechtkwamen of die in gegevensstromen terechtkwamen, waar de overheid uiteindelijk ook zelf geen overzicht meer over heeft. Dus ja, dan kun je van het individu ook niet verwachten dat hij precies weet wat hij doet als hij gegevens weggeeft. En dat stond precies op het spel bij de verwerping van Siri door de wetgever. Ander voorbeeld, we geven gegevens weg aan Facebook. Hebben we heel lang heel veel gedaan. Ook toen kun je achteraf niet zeggen wat we deden. Want Facebook ging er op een eigen manier mee aan de haal. En zijn we ook wel geschrokken wat ermee gebeurd is. In algemene zin kun je zeggen, als je gegevens weggeeft als Silicon Valley, weet je dan wat ermee gedaan wordt? Nee, want dan komt het achter een grote formule van bedrijfsgeheim terecht. Dus dat individu, dat is gewoon niet bij macht om ook zelf te kunnen bepalen, om ook te kunnen bedenken wat het doet als het gegevens van zichzelf weggeeft. Ja, ja, dus je kan onvoldoende vooruitkijken wat er met je met je data gebeurt op het moment dat je daar consent op hebt gegeven. Of dat nou voor de overheid geldt, of op het moment dat je het aan Facebook en de Googles overgeeft. Dus dat maakt het lastig om te zeggen van oké, ja, het gaat hier om de autonomie van het individu, we moeten hierop kunnen instappen. Maar ja, dan rijst bij mij toch wel de vraag van wie moet dat dan regelen? Ja, dan is dus inderdaad de vraag dat als wij in Nederland willen dat er een corona-app komt, en ik ben op zich niet tegen een corona-app, maar als we willen dat er een corona-app komt, dat we met elkaar heel goed gaan nadenken binnen welke gegevensstromen die corona-app gegevens moeten fungeren en welke niet. Ja, en dat kost tijd. En dat kost het nadenken van niet alleen technici, maar ook het nadenken van mensen die nadenken over politieke en sociale en maatschappelijke structuren. En over verantwoordelijkheid van allerlei maatschappelijke actoren. Dus dan moet je met z'n allen in de samenleving nadenken, zo'n corona-app, welke gegevenspatronen accepteren we daar wel en welke gegevenspatronen accepteren we daar niet in. Maar dan kun je niet zeggen, als het individu de toestemming voor geeft, dan is het verder wel goed wat er met die gegevens gebeurt, want dat klopt niet. Nee, ik geloof dat je nu eigenlijk ik zie hier twee dingen in. Dus aan de ene kant kan je zeggen van oké, bij die ontwikkeling moeten we dus misschien niet alleen op de technici varen. Maar betekent dat dan ook, dus wie moeten er dan nog, moeten er dan meer mensen bij betrokken worden dan tot op dit moment gebeurd is bij de ontwikkeling van de corona-app? Ja, en dat vind ik ook wel mooi, dat je langzamerhand ook een verbreding van de discussie hebt gezien. Aanvankelijk werd gezegd rond die appathon, laat technici een paar weken erna denken en dan is het voor elkaar. Nou, recentelijk is er al een hoorzitting in de Tweede Kamer geweest, waarin ook mensen uit sociale wetenschap er iets over hebben gezegd. En dat doet ook gewoon recht aan wat technologie sowieso is. Technologie landt altijd in de maatschappelijke context. Technologie is wat dat betreft niet sociaal neutraal en technologie is wat dat betreft ook niet bepalend hoe het in de samenleving gaat. Het is juist de interactie tussen de techniek en de samenleving die waar het om draait. En op die interactie moet je greep krijgen. Dat betekent inderdaad dat wat in Zuid-Korea goed kan werken, een technisch instrument, een app, dat hier niet per se daarom ook goed hoeft te werken. Omdat wij anders met zo'n app zullen omgaan dan de mensen in Zuid-Korea. Ja, dus het maakt uit, laat maar zeggen, dus die technici kunnen een hele mooie, ogenschijnlijk perfecte app hebben ontwikkeld. En die kan in Zuid-Korea heel goed werken, maar in Nederland niet. Ja. Maar waar zou hem dat dan in zitten?
Nou, om een voorbeeldje te geven. Een van de zaken die technologie met menselijke vermogens doet, is ja, dat het mensen luier maakt. Technologie maakt mensen luier. Je ziet dat aan de huidige mondkapjesdiscussie. Een van de problemen van mondkapjes kan zijn dat als mensen veel mondkapjes gaan dragen, dat ze denken, oh, dan mogen we allemaal de straat op en dan mogen we allemaal contact met elkaar hebben. Want we hebben ook mondkapjes. Dus juist de voorzichtigheid die je nu hebt, die zou dus kunnen verdwijnen wanneer je de mondkapjes massaal gaat invoeren. In wezen geldt hetzelfde voor de corona-app. Stel je voor dat je een corona-app zou invoeren. We hebben de afgelopen weken, maand in Nederland, hebben we geweldige voorbeelden van zelfdisciplinering gezien. De overheid heeft een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. En je kunt eigenlijk zeggen, kun je toch een beetje trots op zijn als Nederlandse samenleving, dat we daar goed mee zijn omgegaan. En inderdaad gewoon ons hebben gehouden aan de voorschriften. Nou komt er een app. Joepie, dan kunnen we weer de ruimte in. Want ja, nou wat, gaat de technologie er wel voor zorgen dat bekend wordt met wie je contact hebt gehad. Dus dan gaat dat zelfdisciplinerend vermogen van mensen verdwijnen door de technologie. Nou, ik zeg niet dat je zo'n app niet moet invoeren, maar je moet wel langer dan een paar dagen nadenken wat de consequenties zijn als je zo'n technologie loslaat in een samenleving als de onze. Ja, ja, dus het is niet zo dat je, want je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, ja, dan moet je zo'n app misschien überhaupt niet ontwikkelen, want dan gaat iedereen en masse naar buiten. Maar dat zeg je dan niet. Dus, maar hoe gaan we dat dan ondervangen? Nou ja, dat is inderdaad een klassiek voorbeeld wat dat betreft van die relatie tussen technologie en mens. Dat is wat er gebeurd is met de Tesla-auto. De Tesla-auto had een heeft een hoge mate zelfstandig besturingssysteem, waarvan de bestuurder alleen maar wordt gevraagd dat hij hoeft op te letten. Maar de paradox is een beetje dat naarmate dat zelfbesturingssysteem van die Tesla-auto meer doet, dat die piloot minder alert wordt. Dus is nou de uitdaging als Tesla-rijder dat je er wel voor zorgt dat je actief blijft, dat je alert blijft. Nou, als we zo'n app invoeren, zullen we inderdaad met elkaar moeten nadenken over, zijn er toch manieren om mensen voortdurend te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en ze niet passief te laten worden. Ja, precies. Dus wat je eigenlijk, dus we hebben nu een intelligent lockdown. Dus eigenlijk zou je willen dat op het moment dat die app er is, en hij is, laten we voor het gemak even laten gaan, hij is veilig en hij is efficiënt en hij werkt. Dat mensen ook op een intelligente manier nog wel met die technologie omgaan. Ja, intelligent introduction van de technologie zou ik het willen noemen. En dan mag je best ook wat sociale experimenten doen met hoe in allerlei praktische situaties mensen met die app omgaan en hoe ze beleven dat ze die app bij zich hebben. Ja, zeker. Ja, precies. Dus op die manier zouden die twee wel degelijk hand in hand kunnen gaan nog, de ontwikkeling van de app. En ja. Dat ja, we inderdaad, ja. Ja, wat we willen stiekem misschien toch ook inderdaad beetje bij beetje wel naar buiten. En dan kan je gewoon in de gaten houden wat er gebeurt. Ja, ja. Nee, dat willen we zeker. En dat is het probleem ook verder niet dat die app er niet zou moeten komen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld ook bepaalt wat gaat er gebeuren met die. Wat wordt van iemand verwacht op het moment dat hij weet dat hij met besmette mensen in contact is geweest? Met wie moet hij dan contact opnemen? Wat wordt dan van iemand verwacht dat hij aan zelfdiscipline vervolgens gaat opbrengen? Nou, dat soort zaken zijn de verwachtingen die je voor mensen hebt. En wat er met die gegevens van die app gebeurt, is dat iets wat tijdelijk is en daarna weer wat teruggedraaid? Of ja, hoef je niet aan tijdelijke maatregelen te denken? Nou, dat soort, laten we zeggen, sociale doordenkingen bij de introductie van de nieuwe technologie, daar moet je gewoon heel reëel in zijn. Ja. Dat moet wel degelijk meegenomen worden in die afweging, inderdaad. Nou, daar liggen nog, volgens mij liggen daar nog een hoop dingen. Een van de punten waar men zich inderdaad wel druk over maakt, en waar we het net ook al even over hadden, van oké, die app gaat allemaal data verzamelen over waar we lopen en of we met elkaar contact komen. Wie moet daar nou toegang toe hebben? Ik kan me voorstellen dat ik dat zelf moet hebben. Nou ja, misschien de overheid. Maar hoe ver gaat dat? Nou, in ieder geval mensen zelf, transparantie voor de mensen zelf. Maar ik ben ook niet bang om bepaalde overheidsinstituten daarin te vertrouwen. We hebben de afgelopen tijd, de RIVM
is in de tijd van het stikstofprotest wat negatief in het nieuws geweest. Maar we hebben de afgelopen tijd toch gezien dat we ook op de deskundigheid van een instituut als het RIVM, grosso modo, durven te vertrouwen. Nou, zo kunnen er ook andere overheidsinstituten zijn waarvan je accepteert dat die tijdelijk beheer van dat soort data hebben. Waar ik aarzelend over zou zijn, is wanneer je die data ook in internationale verbanden laat meegeven, of als je naar Silicon Valley zouden kunnen gaan. En dan zou wel eens een dilemma kunnen ontstaan. Het zou best wel kunnen dat vanuit Silicon Valley hele goede instrumenten komen, maar dat je daar de prijs voor betaalt, dat je daar dan wel bepaalde soorten data of bepaalde gegevens aan uitlevert. Misschien dat we wel moeten kiezen dan voor een wat minder perfect systeem, maar dat we daardoor wat minder afhankelijk worden van de Silicon Valley giganten, dan dat we een zogenaamd helemaal perfect systeem heeft, wat dan vervolgens wel in een sociale context moet goed uitwerken. Maar goed, een perfect systeem, maar waarbij we wel een stukje van onze identiteit uitleveren aan de Silicon Valley giganten, waar we al zo vreselijk veel aan hebben weggegeven. Ja, dat lijkt me dat een reëel risico op het moment dat je met private partijen in zee zou gaan, dat je die controle mist. Tegelijkertijd kan je zeggen, ja, maar in hoeverre is de overheid bereid om een dergelijke datastroom op een gegeven moment weer uit handen te geven? Want ik kan me best voorstellen dat, laten we hopen dat we op het moment uit deze crisis komen, en er komt een nieuwe griepepidemie. Nou, dat de overheid dan zegt, verrekt, we hebben die corona-app nog, die kunnen we nu ook weer inzetten. Ja, dan heb ik nog altijd liever dat de democratisch gekozen overheid in charge is dan dat bepaalde bedrijven in charge zijn. Maar inderdaad is wel een van de grote vragen die gaat ontstaan op het moment dat wij allerlei datastromen hebben en dus ook allemaal kennis van gedrag van mensen. Ja, gaat dat niet na verloop van tijd op een andere manier ingezet worden dan het oorspronkelijk gebeurd is? En dat speelde bijvoorbeeld, wat ik daar straks bij Siri heb genoemd, speelde dat eigenlijk al. Dus mensen geven hun gegevens weg aan bepaalde gemeentelijke diensten en plotseling bleken ze in koppelingen ook in fraude detectiesystemen voor te komen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Mensen geven hun gegevens weg om de coronacrisis te bestrijden. Over een tijdje denkt de overheid, hey, met dit kleine griepje kunnen we ook aan de slag met deze gegevens. Als duidelijk is wat die app is, welke gegevensstromen ermee gemoeid zijn, nou, dan zou het me wat waard zijn als dan ook wettelijk werd vastgelegd waarvoor ze wel en waarvoor ze niet, en door wie ze wel en door wie ze niet dan eventueel nog een keer ingezet kunnen worden. En dat ligt in het principe doelbinding van de AVG besloten, maar dat zouden we bijna vergeten in een soort van verleiding die er is, als die gegevens er zijn, nou, dan kunnen ze wel massaal ook voor andere doelen gebruiken. En die verleiding is groot, maar privacy heeft wat dat betreft ook te maken met een soort zelfdiscipline in het beheer van de gegevens. Ja, precies. Dus op die manier kan je daarmee omgaan. Wat ik me nog afvroeg was, de minister zei na zijn persconferentie van inmiddels 2 weken terug, zei hij van ja, maar ik geloof nog steeds wel in die app. Die gaat er gewoon komen. Maar zo, geloof jij ook in een app die dan inderdaad wel privacy gevoelig is of voldoende voldoet aan de eisen die we daar of die de experts aan zouden willen stellen? Ja, nou ja, ik hoop dat gelovige ministers, dat mag van mij wel, maar dan moeten ze wel in de goede dingen geloven. Ik ben niet in de positie om bij voorbaat te zeggen dat zo'n app onmogelijk is. Of dat vanwege privacymaatregelen die app er niet zou moeten komen. Het zou best kunnen zijn, die coronapandemie, die is enorm ontwrichtend voor de samenleving. Dat we bepaalde concessies gaan doen aan privacy, Om toch maar die epidemie beheersbaar te kunnen zijn, te kunnen houden. Wie weet welke kant het opgaat. Maar zolang als we die discussies met elkaar transparant en open blijven voeren, nou goed, dan zijn we er allemaal bij terwijl het gebeurt. En ik heb liever een overheid die, zoals de afgelopen weken gebeurd is, transparant is en faalt, dan een overheid die zogenaamd succesvol is, achter onze rug om. Precies. Dus ja, dat we dat inderdaad, dat ze daar in ieder geval open over zijn van hoe die ontwikkeling gaat. Ja, ik denk dat dit al best wel veel grip geeft op de zaak. We gaan zien hoe die ontwikkeling verder gaat. Als je de overheid misschien 1 tip zou willen geven nog, want we zijn nu nog in dat ontwikkelingstraject. Wat moeten ze in ieder geval doen om die bezwaren rondom privacy en vrijheid enigszins weg te nemen?
brengt de technici en de sociale wetenschappers met elkaar in gesprek. We hebben in Nijmegen de universiteit een prachtig onderzoekscentrum waar technici en sociale wetenschappers samenwerken. Dat kan hartstikke goed samengaan. Dat moet de overheid juist in deze thematiek ook gaan doen. Dat lijkt me een heel goed advies. Marcel, heel erg bedankt en fijn dat je hierbij wou zijn bij deze aflevering. Voor u thuis, vond je dit nou interessant en ben je benieuwd naar meer van ons? Kijk dan vooral op onze website www.ru.nl/reflects en volg ons op sociale media. Daar vind je alle informatie over de verdiepende lezingen van Radboud Reflects en over onze meer recente online programma's van Radboud Reflects at Home. Dit was het voor nu en tot de volgende keer. Tot ziens.